Van een volledig paars interieur tot een woning in hobbitstijl die je terugbrengt naar 1970. Dit zijn de 10 huizen met verbazingwekkende verborgen functies. Laten we beginnen. Yeah! 10. Het eerste huis op deze lijst is opmerkelijk. Van buitenaf lijkt het op een gewoon huis uit de middenklasse dat perfect opgaat in de buurt. Maar zodra je naar binnen stapt, lijkt het alsof je een renaissancepaleis binnenstapt. Het is momenteel eigendom van Elmine Barton, de eerbiedwaardige gravin van Shannon. Zij kocht het huis terug in 1979 en ontwierp het interieur dat we vandaag zien. De grandioze rode woonkamer is het middelpunt, met zijn vergulde balken aan het plafond en prachtige eikenhouten vloeren, afgewerkt met een speciale Jacobean bruine kleur. En dat is nog maar het begin. Er is een formele eetkamer die verbonden is met een donkergroene vestibule en een verborgen, donkere keuken met houten bekleding aan de achterkant. De deuren in het hele huis zijn dik en met de hand uitgehouwen. En de ramen zijn bedekt met prachtig glas in lood dat eigenlijk is gekocht van oude Engelse kerken. Het is echt alsof je in een schilderij van Rembrandt woont. 9. Het is een behoorlijke verrassing om te ontdekken dat achter de bescheiden buitenkant van een huis met 3 slaapkamers in Tyler, Texas, een traditionele Britse pub schuilgaat. Deze unieke transformatie biedt een stukje thuis voor Britse expats in de omgeving. Het pand, momenteel te koop voor €426.000, werd in 1976 aangepakt door een ervaren meester timmerman. Zodra je binnenstapt, word je meegenomen over de Atlantische Oceaan met gebrandschilderde ramen, eikenhouten lambrisering en oog voor detail. Het vakmanschap wordt als verbluffend beschouwd met elementen afkomstig van gerenommeerde gelegenheden zoals de Wrecking Bar in Dallas en de London Shop in Tyler. Hangende bierpullen, oude schilderijen en een sfeervolle open haard op prachtige houten vloeren dragen bij aan de authentieke sfeer van de pub. Het middelpunt is een eeuwenoude open haard versierd met een 18e-eeuws olieverfschilderij, geflankeerd door 2 verlichte gebrandschilderde ramen. De pub beschikt zelfs over een rechtopstaande Londense piano om de pubfeesten op te vrolijken. Eenvoudigweg verbluffend, vind je niet? 8. Het volgende huis op deze lijst lijkt wel alsof Prince dat nummer Purple Rain heeft gemaakt om het te verheerlijken. Op het eerste gezicht lijkt het op elke andere grote indrukwekkende voorstedelijke 2-onder-1-kapwoning, maar zodra je naar binnen stapt, word je begroet door een volledig paars interieur. De muren en vloerbedekking in het hele huis zijn allemaal versierd met levendig violet, waardoor er een opvallende en onconventionele esthetiek ontstaat. Zelfs de keuken heeft het paarse thema omarmd. Het huis staat momenteel te koop voor €460.000. Het heeft de aandacht getrokken van potentiële kopers, waarvan er blijkbaar al 1 in de rij staat voor het pand. Het huis heeft een familie-geïnspireerd ontwerp dat tot een hoog niveau is onderhouden. We zijn benieuwd wie de trotse nieuwe eigenaar wordt van dit paarse paradijs in Hillington. Natuurlijk, als je niet van paars houdt, kan het wel eens een paarse hel zijn. 7. Dit bescheiden huis met 4 slaapkamers in Wales herbergt een verrassing in zijn achtertuin. Don Knight, een tuinliefhebber met een levenslange obsessie voor bonsaibomen, heeft de ruimte omgetoverd tot een prachtig Japans paradijs. Gelegen in Landwit Major toont de tuin watervallen, pagodes en zelfs een kooivijver. Aan de voorkant van het huis is er geen hint van de verborgen schat erachter. Maar zodra je de achtertuin betreedt, ontvouwt zich een adembenemend uitzicht. Boeddha-hoofden zijn zorgvuldig geplaatst rond zendpoorten, traditionele tori-ingangspoorten en 3 verschillende waterelementen omringd door gesnoeide bomen en nauwkeurig onderhouden gazons. Don's tuin is beroemd geworden onder tuinliefhebbers en trok tijdens een van de open dagen vorig jaar 140 bezoekers. Don neemt deel aan het National Open Garden Scheme en gebruikt de bezoeken om geld in te zamelen voor goede doelen zoals Marie Curie en Macmillan. 6. In het zuidwesten van Ontario heeft een charmante bungalow met een betaalbaar prijskaartje van €162.000 de aandacht getrokken vanwege zijn unieke interieurdecoratie. Het pand is gevuld met honderden clownafbeeldingen, beeldjes en prularia, wat zorgt voor een kenmerkende sfeer die de interesse van de media heeft gewekt. De reden achter de uitgebreide clowncollectie werd onthuld door Michael McManus, de zoon van de eigenaren. Hij legde uit dat de collectie begon als een manier om de interesse van zijn stiefvader van bier af te leiden. Elke clown vertegenwoordigt een fles bier die zijn stiefvader anders zou hebben gekocht. In de loop der jaren heeft het echtpaar ongeveer 1500 clowns verzameld die in de kruipruimte van McManus' huis zullen worden opgeslagen zodra ze verhuizen, omdat het huis nu te koop staat. Ondanks de onconventionele inrichting hebben de betaalbaarheid van het pand en het intrigerende verhaal achter de clowncollectie de aandacht getrokken van talrijke kopers. 5. Het huis van de eeuwige terugkeer in Santa Fe daarentegen is een buitengewone kunstinstallatie gecreëerd door het kunstcollectief Miauw Wolf.
Deze genre-overstijgende ervaring bevindt zich in een voormalige bowlingbaan waar Miauw Wolf een fictief Victoriaans huis heeft gebouwd. Volgens de legende werd het huis ooit bewoond door de familie Selig, die op mysterieuze wijze verdwenen na zich te hebben verdiept in onbekende en krachtige krachten. Bezoekers van het huis kunnen een hele dag besteden aan het verkennen en onderdompelen in het mysterie van de vermiste Selig-familie. Bovendien dient het huis als een muzieklocatie waar gerenommeerde bands van over de hele wereld optreden. Voor degenen die psychedelische souvenirs zoeken, is er een cadeauwinkel met een verscheidenheid aan eigenzinnige items, waaronder een enkele sok. Hoewel je misschien niet de verblijfplaats van de Selig-familie ontdekt, kan een bezoek aan het huis van de eeuwige terugkeer je vermoeden bevestigen dat al je vermiste sokken hun weg hebben gevonden naar een andere dimensie. 4. Dit twee slaapkamer eindterrashuis in Liverpool heeft veel aandacht getrokken, maar niet per se vanwege de betaalbare prijs van €92.048. Hoewel het huis er op het eerste gezicht normaal uitziet, is het de tweede slaapkamer die kijkers verrast. De kamer is gevuld met een overvloed aan de Tasmanian Devil speelgoed, samen met één Bugs Bunny. Een foto van de kamer vol met Tess werd gedeeld op sociale media en werd al snel viraal, met meer dan 3,7 miljoen views. Commentatoren noemden de kamer grappend een duivelshol en stelden zelfs voor dat de eigenaar de verkoop zou annuleren en bezoekers zou laten betalen om de ongelooflijke Tess-grot te ervaren. Sommige mensen uitten hun verbazing over de lage prijs van het pand en zeiden dat in hun omgeving een vergelijkbaar huis aanzienlijk meer zou kosten, vooral met de toevoeging van het Tess-leger, wat blijkbaar waarde toevoegt aan het pand. 3. Martin Islet, een 51-jarige gescheiden vader van twee kinderen, heeft zijn bescheiden twee slaapkamer half vrijstaande huis in Windsor Road, Linton, Swettlencote, omgetoverd tot een nostalgisch toevluchtsoord uit de jaren 1970. Martin heeft nauwgezet een jaren 70 sfeer gecreëerd in zijn huis. Zijn keuken heeft opvallende bruine en oranje tegels, passend bij een Russell Hobbs broodrooster uit 1974 en oranje keukenkasten. Hij heeft zelfs originele schoonmaakproducten uit de jaren 70 verzameld. In de woonkamer pronkt hij met een oranje en bruin gemeleerd Axminster tapijt, een jaren 60 leren bankstel en een Rowe AMI jukebox. Zijn vinylplaatcollectie neemt een aanzienlijk deel van de kamer in beslag. Hoewel Martin Islet de nostalgie en eenvoud van de jaren 70 omarmt, heeft hij enkele moderne gemakken in zijn huis geïntegreerd, zoals een internettoegang, een moderne koel-vriescombinatie en een flatscreen tv. 2. Een huis in Pittsburgh, Pennsylvania, dat te zien was in een virale Zillow-advertentie, heeft een verrassend eclectisch en chaotisch interieur. Van buitenaf lijkt het huis onopvallend, met een omheinde tuin en ramen die lijken op die van een appartementencomplex voor senioren. Maar zodra je binnenkomt, neemt het interieur een wilde wending. Binnen in het huis zijn de kamers gevuld met een overvloed aan dode dierenhuiden en unieke meubels. Een spiraalvormige trap leidt naar een klein balkon versierd met boeken en gargouillestandbeelden. De eetkamer valt op met zijn ruimtethema-muur, wat een interessant contrast vormt met de rest van het huis. Er is ook een verzonken woonkamer met 13e-eeuwse kasteeldecoratie en een bibliotheek, evenals een eetkamer die uitkomt op een ruimteschipbrug, compleet met computerbedieningselementen van een Apache-helikopter en een muurschildering van een ruimteomgeving van vloer tot plafond naast de slaapkamer met een tropisch eilandthema, waarbij de vloer is bedekt met zand. 1. Onze thumbnail-afbeelding kan doen vermoeden dat deze achtertuin vol mollen zit, maar het verhaal achter deze gaten in de grond is compleet anders. Deze man had een geweldig idee dat zijn hele gezin blij zou maken. Hij bouwde een tijdelijk frame om een vorm te creëren die hij nodig had voor zijn bouwproject. Vervolgens groef hij diepe gaten en plaatste hij de balken erin. Nadat het frame was geplaatst, monteerde hij extra ondersteuningen, waarschijnlijk voor het bouwen van de muren of de structuur. En natuurlijk zorgt hij ervoor dat de trap op zijn plaats werd gehouden door een balk, zodat deze niet zou draaien of wiebelen tijdens de bouw. Na maanden hard werken konden hij en zijn gezin genieten van hun fantastisch zwembad en een zwembadterras dat ze zelf hebben gebouwd, waarbij ze de hele buurt lieten zien dat je geen fortuin hoeft uit te geven om een oase in je achtertuin te hebben. Deel je favoriete huis in de reacties hieronder en abonneer je op ons kanaal voor meer geweldige video's.